Yo mis! Jaras hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Advanced Warfare live complete. Vandaag spelen wij Hardcore Domination op de map Rutiet, zoals ik hem natuurlijk altijd noem. En ik ga spelen met de ARX 160. En de reden waarom ik heel veel hardcore speel de laatste tijd, niet alleen op mijn kanaal, maar ook gewoon natuurlijk als ik zelf eventjes normaal aan het gamen ben, want naast YouTube speel ik zelf natuurlijk ook gewoon nog lekker Call of Duty, is omdat je in hardcore gewoon een variatie aan wapens kan gebruiken. Je ziet in Advanced Warfare eigenlijk alleen maar iedereen de Ball 27 gebruiken, de AK-12 gebruiken. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Je ziet bijna nooit meer andere wapens voorbij komen. En hardcore is een game mode waarin elk wapen, letterlijk elk wapen, gewoon een lekkere... What the fuck? Een lekkere one-shot, one-kill heeft. Dus ja, ik kan hier gewoon de ARX gebruiken die je in normale core niet kan gebruiken omdat die gewoon echt te slap is. Ik kan, laten we zeggen, de AMR-9 gaan gebruiken. Ik kan de MP-11 gaan gebruiken. Ik kan gewoon elk wapen gebruiken in hardcore. Doordat je gewoon iedereen in 1 à 2 calls dood hebt. Het maakt niet uit welk wapen je gebruikt. En dat vind ik dus zo leuk aan hardcore domination. Dat je ook andere wapens kan gaan gebruiken. Want het is gewoon zo, de bal is gewoon het sterkste wapen in het spel. Nog steeds, terwijl die vele, vele malen slapper is gemaakt. Je hebt de AK-12 die gewoon redelijk chill is. En voor de rest heb je niet echt heel veel wapens die je gewoon goed chill kan gebruiken. Of je moet gaan reverse boosten. Maar ja, dat doen natuurlijk alleen maar noobs. Dus dat gaan wij niet doen. Maar dat vind ik gewoon jammer, man. Er zitten zoveel wapens in het spel. En je kan er gewoon maar een paar van gebruiken. Omdat de rest gewoon te slap is. En ah, shit. Kijk, met deze gebruik ik een Amelie. Die staat er wel mee te campen. Maar boeien, weet je. Hij kan een Amelie gebruiken. Andere mensen in deze lobby gebruiken een AK-12. Een ARX gebruiken heel veel mensen. Want dat ding is echt heel erg sterk in hardcore. En ja, het is gewoon leuk om meer variatie in wapens te gebruiken in Call of Duty. Want daardoor zitten er natuurlijk ook meer wapens in. Als Call of Duty had fucking hell verwacht dat de Ball 27 zo sterk zou zijn. Dan had ze gewoon alleen maar de Ball 27 in het spel gemaakt. En dan had ze gewoon geen andere wapens meer in het spel gedaan. Omdat je die toch niet kan gebruiken. Dus jezus man. Dus dat is niet leuk. Het enige kut aan hardcore is campers. Maar ik kom bijna nooit campers tegen. Alleen op dit moment opeens weer wel. Dus ik snap er de ballen van. Maar ik kom nooit campers tegen. Behalve als ik eventjes een chill potje wil neerzetten. Dan kom ik natuurlijk wel weer camps tegen. Dan komt de missile strike aan, daarom blijf ik even campen. Want daardoor wil je natuurlijk niet doodgaan. En er ligt hier een care pack. Er zit een remote turret in. Kut, er komt een granaat aan. Dus ik nak dit ding gewoon. Er komt wel een enemy aan hoor, maar nu is het mijn remote turret. Alleen waar blijft die enemy? Daar dus. Kom even, pak die vlag. Teammate, kom. Teammate, boeit het helemaal niks. Ik ga je moeite doen voor een vlag. Teammate is helemaal uit het niets verdwenen. Ik weet niet waar hij naartoe is. En teammate, die hoorde bij je. Teammate schoot die teammate neer. Want dat kan natuurlijk ook in hardcore. Alleen die hoorde bij je, man. Maar volgens mij had hij dat niet echt door. Ik vond het wel grappig eruit zien. Oké, turret neerzetten. Is misschien niet van mij, maar ik heb hem eerlijk gestolen. Dus nu is die wel van mij. En er komen hier enemies aan, man. Heb je nou serieus iedereen gekilled? Oh man, loop ik er helemaal naartoe. Heb mijn teammate iedereen al gekilled? Ik heb de UAV aanstaan, de Systemac natuurlijk en de enige echt Warbird. Maar op dit moment heb ik alleen nog mijn UAV gehaald en ik wil ook even de rest halen eigenlijk. Dan moet ik er natuurlijk wel in de buurt van komen, want waar zijn de enemies? Hardcore is wel een game mode, by the way, die je wat rustiger moet spelen, man. Je ziet ook, ik zit de hele tijd heen en weer te lopen, ik zit de hele tijd goed op te letten. Want als je er dom op afloopt in deze game mode, dan ga je gewoon, zoals je kan zien, dood. Omdat je gewoon letterlijk in één kogel dood bent. Het maakt gewoon niet uit. Het potje zit erop, de ronde zit erop. Het maakt gewoon niet uit welk wapen je gebruikt. Je kan serieus gaan rondrennen in deze game mode met een fucking EPM3. Wat echt gewoon natuurlijk best wel een kutwapen is. En je kan er gewoon kills mee krijgen. En iedereen bij de enemies heeft een microfoon aan staan. En ik hoorde helemaal niks van. Yo, die hebben kut microfoons. Hoor dit. Waarom heeft die vent zijn microfoon aanstaan? Dat snap ik dus niet. Waarom heb je je microfoon aanstaan? Woelala. Ik ga even iedereen mute hoor. Zo, dat staat hard jongen. Holy shit. Anyway, mijn score is op dit moment 15-5. We hebben nog niet zo heel veel kills binnengesleept. Dus dat moeten we even gaan veranderen, man. Even die steen op natuurlijk. Deze steen is de campsteen, zo noem ik hem altijd. Want je kan hier echt, sorry teammate, je kan hier echt lekker achter campen. Het is natuurlijk wel een beetje noob om te doen, maar die enemies die spannen altijd in de map Rutiet recht voor je. Namelijk allemaal op de A-vlag. En de enige manier om ze dus
te kunnen killen, is eventjes hier te blijven staan. Want ga ik er nu op afrennen, dan ga ik dood, want ze zitten ons op te wachten. Ik loop wel mijn teammates achterna, maar we moeten dus wel goed blijven opletten. Die enemies die staan ons best wel hard op te wachten. Ze pakken nu de B-vlag, dat is geen probleem. Die andere was voor mij, teammate. System hack. Nee, shit, ik zag hem niet meer, man. Ik dacht dat hij al voor bij de boom was, maar dat was hij nog niet. Anyways, zijn system hack. Ik heb er ook extra tijd op staan en extra assist. Dus ja, de system hack duurt lekker lang. Dat sowieso. Dat is altijd wat chill. En hoppakee, de vlag hebben we ook weer terug. Nice, 200 punten. En nu moeten mijn teammates even heel veel kills maken. Want ik krijg allemaal assists in mijn beeld. Allemaal extra punten. En dan kan ik door die extra punten gewoon weer mijn UAV of whatever binnen slepen. Ik zat te zoeken, want die vlag stond ervoor, man. Binnenslepen. System Hack is net weer voorbij gegaan. 1 seconde geleden ongeveer. Enemy UAV online. En oeh, als het goed is heb ik low profile aan. En als het goed is loopt hier ergens een enemy. Oh, teammate heeft hem denk ik. Securing Bravo. Of toch niet? Holy shit. Holy shit. Je moet echt heel snel reageren in hardcore. Ik zeg ook, als je attachments wil uitzoeken voor de game wordt hardcore, zet altijd quickdraw aan. Je moet gewoon zo snel kunnen reageren. Reageer je iets te sloom en kan je dus niet op tijd inzoomen, dan ben je gewoon meteen dood. Je moet gewoon zo snel mogelijk, en dan ook echt heel snel, kunnen inzoomen, anders ben je echt dood. En er zitten daar in ondergronds op mij te wachten en ik sta nu op hem te wachten. En waar de fuck kwam die vandaan? Waar de fuck kwam die vandaan? What the heck? Weet je, van sommige dingen... Daar heb ik dus quickdraw aan. Sommige dingen snap ik zelf ook nog steeds niet heel veel. Ik weet niet waar die vent vandaan kwam. Hij stond er opeens, staat er zin in, denk ik. Zo, oké, okay, let's go. 4 kills alweer binnen. Spannen ze waarschijnlijk nu in een grot. Dat is dus een ja. Dat is dus helemaal een ja. En dan heb ik alweer mijn UAV, maar er zitten er nog meer in die grot. Want dat is een spanplek op dit moment. Het is één rare span altijd op de map Retit, maar... Als ze eenmaal in die grot spannen, dan blijven ze daar altijd 3 jaar spannen. En dan kan je dus zoals ik nu aan het doen ben, iedereen de hele tijd blijven killen. Enemy UAV above. Enemy missile strike. Kut, wacht, er komt een missile strike, ik ben niet weg. Doei doei. System hack. En die UAV. Hoog gehaald terwijl ik stil stond op mijn plekje omdat ze allemaal in mijn richtpunt spannen, dus ik vind het goed. Lekker easy natuurlijk als je zo je streaks binnenhaalt. Nu weet ik alleen niet waar ze zitten. Gewoon één naast me, joh. Ja, shit, ik heb een Warbird! Ik heb een Warbird, woe! Dat wou ik halen, man. Ik heb hem net op tijd nog gehaald, joh. Zo, de knetter. Echt net op tijd, want ik ging dood en toen meteen in mijn beeld stond Warbird. Dat is echt net op het nippertje geweest. En oh, dat was een sexy kill. En au, dankjewel. Dankjewel. En nu spannen ze nog steeds in de grot en bij A. Dus nu hebben ze een dubbele span dat wij 3 vlaggen hebben. Ik zeg ook altijd, als je dominee speelt, zorg ervoor dat je niet 3 vlaggen hebt, want je ziet wat er gebeurt. Dan hebben ze dubbele, trippele spans. En dan heb je geen flauw idee meer waar ze zitten, want dan zitten ze letterlijk overal. Dus zorg ervoor dat je nooit 3 vlaggen hebt in Domination. Maar als je 3 vlaggen hebt, dan moet je gewoon heel goed gaan opletten. Zo makkelijk is het eigenlijk. Die weer een leuk care package aan. Even nakken weer. Zit er deze keer in, jongen. Een paladin! Oh, geef die aan mij, geef die aan mij, geef die aan mij. Oh, kill hem! Ik heb een paladin genakt! Oh, let's go! Let's go! Dat is ziek, man. Oh, die vent is helemaal blij. Yes, paladin! Yes, paladin! En dan nak ik zijn fucking paladin. Lekker voor je. Oh, dat vind ik leuk, jongen. Dat vind ik leuk. Wat ik nu ga doen is, ik ga in de grot liggen. Ik roep die paladin in. Want dan kunnen ze niet meer in die grot spannen. En als ze in de grot liggen... Oh! Serieus? Ik roep net mijn paladin in. Ah, nee. Ik riep net mijn paladin in. Nou ja. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Je hebt geen HUD in hardcore. Dus je ziet niet wanneer het potje is afgelopen. Maar... We hebben wel lekker een tweede ronde neergezet. 45-10, terwijl we in de eerste ronde 15-5 stonden. Dus we hebben echt veel kills opgepakt. 30-5 in de tweede ronde. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze video. Als je nou hebt genoten en je wil meer hardcore zien, laat mij natuurlijk dan weten. Want ik vind het leuk om te spelen. En in hardcore kan ik ook gewoon met andere wapens spelen. Of ik kan gaan reverse boosten. Nou ja, wie de reverse boost is gewoon gay. Of ik kan gewoon hardcore gaan spelen, want dan kan je sowieso met elk wapen spelen. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze live gameplay. Als je hebt genoten, ram dan natuurlijk op die like knop. En ik hoop jullie ook weer te gaan zien bij de volgende video. Bye bye, mensen.